Jouw speelgoed, jouw wereld, jouw Intertoys. Sit. Het is weer Sinterklaas. Sinterklaasje. Sinterklaas. Nou heb je het al gehoord, burgemeester. We hebben twee proeven, hebben we zojuist gezien. En kijk, daar heb je ze. En die twee proeven, dan hebben we een halfwegenis. En nu van het Sinterklaas. En jullie zijn niet lief. Dus jullie moeten echt gewoon... Willen jullie wel weer lief worden, dan moeten jullie het boek wegbrengen. Ik kijk ook even rond of ik de politie al zie. Ik zie nog geen politie. En dan, als de politie er wel is, dan gaat het gewoon gebeuren. Dan gaan we ze gewoon lekker in de gevangenis. Daar komen jullie in de gevangenis. Wat een poef! Goedemiddag, jullie zijn handhavers in Hardenberg en ik zag jullie achter een paar dieven aan. Waarom? Wij kregen een melding door en we kregen van de kinderen allemaal te horen dat het boek van Sinterklaas gestolen was. En de boeven zouden op de boot zitten. Vandaar dat we de boot zijn ingestapt en achter de boeven aan. En hoe is dat gegaan, de achtervolging? Ja, niet zo goed, want we hebben de boeven nog niet. We zijn ze ook ondertussen, ik bedenk dat ze in het centrum zijn, dus daar gaan we zo heen, gaan we zo kijken. Maar we hadden ze bijna. Oké, dus het boek is nog niet terug? Nee, het boek is nog niet terug. Hé, wat is er nou weer aan de hand? Ik zag het in de verte vanaf de boot. Iedereen loopt scheef in Nederland. Van jong tot oud, van klein tot groot. Gekke Fabio, dat is toch niet zo raar? Als je nou eens goed had opgelet, dan weet je toch dat iedereen elk jaar, als hij mag, voor het samen zijn schoen zet. Zet je schoen, hey yo! Ze snappen je verlanglijst in. Wordt wel en wat hooi voor het paard en zing. Sinterklaas kapoentje. Zet je schoen, hey yo. Als niemand het ziet in het hols van de nacht, doet de bakjes piep. Voor jou wat in je schoentje. Wat leuk dat jullie er zijn. Ja, we zijn ook heel, heel erg blij. En het was heel mooi weer. Het is geweldig. We hebben het zo leuk gehad op de boot met elkaar. Heel erg mooi. Ja. Wat wij hier zagen is dat het boek met de adressen gestolen is. Ja, alle adressen zijn gestolen. En dan hebben ze in het grote boek hebben ze alles doorgekrast van alle kinderen. Dat is niet leuk, hè? Maar dat hebben de boeven gedaan. Maar die moeten we nog zoeken. Heb je ook gehoord dat het boek met de adressen is gestolen? Ja, dat heb ik gehoord. En hoe weet Pieter nou wat jouw adres is? Dat weet ik ook niet. Denk je dat je wel cadeautjes gaat krijgen dan? Ik hoop het wel, natuurlijk. Heb je ook gehoord dat het boek gestolen is met de adressen? Ja. Maar hoe weet... Misschien toch? Ja. Maar hoe komen de cadeautjes nu bij jou? Want ze weten je adres niet. Via het Sinterklaasjournaal sturen? Wat sturen? Hoe waar je woont. Dat is een goed idee. Doe maar met me mee, zwaai je schoen in de lucht. Van links naar rechts en dan weer terug. De papa's en de mama's en de meester mee. En dan die juffrouw van groep 2. Hey! Doe maar met me mee, zwaai je schoen in de lucht. Van links naar rechts en dan weer terug. De opa's en de oma's en de...
wat fijn dat u weer in Hardenberg bent. Ja, dank u wel. Ik vind het ook geweldig om hier weer te zijn. Echt waar. En het is zo leuk. En de kinderen zijn allemaal weer een beetje groter geworden. Dus echt gaaf om hier terug te zijn. Maar het is een beetje spannend, hè, met het boek. Ik hoop dat het goed komt, hoor. Want anders dan, ja, dan hebben we toch een probleempje, hè. Ja, want ik vroeg de Pieter al, maar die weet ook niet waar de boek is. Nee, ik vroeg het net aan de haven ook aan de burgemeester. En ja, ik denk, nou, die man die heeft hem natuurlijk. Maar die had hem niet. Nee, jammer. Het komt pas goed. Oké, okay, ja, de politie is er achteraan in ieder geval. Ja, we zitten er bovenop. En dan, ja, dat gaat goed komen. En jullie hebben op de hele route van de haven naar hier wel goed om je heen gekeken. Overal in de bomen, op de huizen, op de daken misschien. Nou ja, ik ben meer naar beneden gaan kijken. U heeft voor de voeten gekeken. Moest ik wel een handje geven natuurlijk. Ja. Dan zie je niet wat er boven. En heeft u ook al bij de boekhandel gekeken? Want dan zou die ook zo in het rijtje kunnen staan. Ik kan me zo voorstellen. In de boekhandel, ja. Bij de kookboeken en daar zo. Ja. Hè? Ja, je weet misschien dat er een pizza kan gaan kijken. Oeh, dat is misschien wel een heel goed idee, hè. Je gaat het Sinterklaasfeest wel door op 5 december. Ja. Ja. Is het niet verstandig om de boevenis te gaan roepen? Want ik denk dat het een stel boeven hebben gedaan. Je denkt dat het boeven zijn? We hebben geen boeven hier. We hebben geen boeven. Nee, toch? Nee, ja, oké, okay, jullie misschien. Maar nee, we zijn helemaal geen boeven. We zijn er geen boeven hier naar de berg, hoor. Nee, natuurlijk niet. Het is hier een hele vriendelijke, rustige stad. Alleen maar lieve, aardige mensen kijken om je heen. Hier komen geen boeven in. Nee, echt niet. Geen plek voor. Nee, zeker niet. Krijg wel meer bijval. Er is niks aan de hand. Ja, dat is het punt natuurlijk, hè. Sinterklaas. Er is helemaal niks aan de hand. We hebben hier boeven, pak die boeven. Oh, boeven. Oh, pak die boeven. Boeven, pak die boeven. Dat lukt mij niet meer. Dat is wacht even. Nee, maar dit zijn gewoon mensen in. Nee hoor. Dit zijn zebra's. Dit zijn zebra's. Helemaal zo. Nee, boeven. Stond hier. Boef. Oh. Hoe gaan we dit oplossen, Sinterklaas? Moet hier niet even iemand bij komen die een beetje weet hoe ze hiermee af moeten werken? We vragen het even van de kinderen, wat doe je met boeven? Politie? Ja, die worden opgehaald door de politie en dan gaan ze de gevangenis. Moeten die in de boeien? Ja. Moeten die in de boeien? Ja. Oh, gelukkig. Daar komt de politie aan. Ik zie wat aankomen rijden. De politie is onderweg. Erik, ik heb hem hier. Ik heb hem terug. Oh. Wat nu? Nou. Wat moet er nu gebeuren? Jouw speelgoed, jouw wereld, jouw Intertoys.